We zijn in Nederland op allerlei manieren bezig met de lokale democratie te vernieuwen. En een van die dingen is een burgerbegroting. En 6 steden in Nederland doen dat nu. Ja, wat is een burgerbegroting? Eigenlijk is het geld wat een gemeente nu in een wijk stopt of in een dorp, wordt bij elkaar gepakt. En een dorp of een wijk kan dan zelf beslissen hoe ze dat geld weer in gaan zetten. En dat kan voor heel andere dingen. Dat kan zijn dat geld voor lantaarnpalen opeens in huiswerkklasse wordt gestopt. Maar de kern is dat bewoners zelf met elkaar in overleg gaan, zelf beslissingen nemen en ook zelf het geld gaan verdelen. Er zitten natuurlijk allerlei voordelen aan een burgerbegroting. Maar als je kijkt naar al die burgerbegrotingen over de hele wereld, dan zie je dat 3 dingen steeds terugkomen. Ten eerste dat het zo mooi heet een nieuwe vitale democratie. Daar doen andere mensen mee, die doen op een andere manier mee, die werken op een andere manier met elkaar samen. Tweede voordeel is dat daar heel veel nieuwe de dienstverlening beter wordt en de infrastructuur, dus meer voorzieningen, riolering, parken, etc. En een derde voordeel is dat daar in grote steden duizenden, maar in andere plekken zelfs honderden mensen meedoen. De kern van de burgerbegroting lijkt over geld te gaan, maar het is niet zo. Het gaat eigenlijk over de deliberatie. Het gesprek met inwoners, met elkaar, over hoe ze hun wijk of dorp willen inrichten. En dat betekent dat de ouderen met de jongeren overleg moeten. Dat de Syrische vluchteling samen met de buren die al 30 jaar wonen, die moeten met elkaar in overleg. En die moeten er samen uitkomen. Ze gaan samen een agenda opstellen, ze gaan samen keuzes maken en ze gaan met z'n allen samen het geld verdelen. De eerste burgerbegroting is in 1989 begonnen in Porto Alegre in Brazilië. Je ziet vooral in Brazilië en Zuid-Amerika heel veel burgerbegrotingen, maar ook toch wel in Europa. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn er toch al bijna 500 steden die een burgerbegroting hebben. Berlijn heeft een burgerbegroting, Hamburg, Köln. Het zijn toch allemaal steden waar we niet snel aan denken als het aan een burgerbegroting gaat. In Nederland zijn er nu 6 gemeenten mee bezig die een burgerbegroting hebben. En allemaal echt op een hele andere manier. In Oldebroek wordt bijvoorbeeld al het budget, 100% van het groen en grijs, wordt overgedragen naar de dorpen. En de dorpen maken daar hun eigen keuzes mee. In Emmen is ook een burgerbegroting in 2 wijken. Daar doen de bewoners de regie. Dus de bewoners bepalen hoe er gekozen wordt, hoe er met elkaar gesproken wordt, hoe ze plannen gaan uitvoeren, waar het geld naartoe gaat. Een gemeente als Kuik is weer een andere vorm. Die kiest voor een burgerbegroting op gemeenteniveau. Dus niet in het dorp, niet op wijkniveau. Dan krijg je andere onderwerpen, zoals invulling van bedrijvenpark, aanpak van laaggeletterdheid. En vandaag zijn we in Breda om te kijken hoe ze hier de burgerbegroting aanpakken. Wij zijn in Breda met de burgerbegroting begonnen omdat inwoners veel initiatieven hadden in de wijken. En we hadden niet echt een plek waar ze daarmee terecht konden. En uiteindelijk hoorden we van de burgerbegroting en toen dachten we, nou, misschien is dat wel een goed idee. En dat zijn we verder gaan onderzoeken samen met de inwoners. We zijn begonnen met de verkenning door verschillende manieren uit te testen. We zijn met inwoners en met gemeenteraad naar Antwerpen geweest. We hebben festivals georganiseerd, bijeenkomsten georganiseerd, experts ingeschakeld. De gemeenteraad een soort van les gegeven in wat nou burgerbegrotingen zijn. We zijn begonnen in 2 wijken in Breda, in Prinsenhagen en in Prinsenbeek. Met de reden om inwoners meer zeggenschap en meer invloed te geven op wat zij belangrijk vinden in hun wijk. En ook te beslissen waar een deel van het geld in hun wijk naartoe moet gaan. Een van de dingen die uit Prinsenbeek begroot of Breda begroot is gekomen is het sportpark. Dat hebben jongeren hebben daar heel fanatiek aan meegedaan aan de begroting om te zorgen dat daar fitnessapparaten in het park komen. En dat is gebeurd, dus daar zijn we nu. We zijn begonnen met inwoners te betrekken door een oproep te plaatsen. Willen jullie meedenken over de burgerbegroting in jullie wijk? Daar zijn wat inwoners op afgekomen en die hebben we de ambassadeurs genoemd. Zij hebben uiteindelijk gezorgd dat er 1000 mensen in Prinsenbeek hebben meegedaan. En dat hebben zij eigenlijk gedaan door een soort van olievlek te creëren. Allemaal mensen mee te nemen naar bijeenkomsten en zo de groep steeds groter te krijgen. Ik wilde graag bijeenkomsten plannen net voor carnaval, maar daar hadden ze geen tijd voor. En toen hebben ze carnaval ingezet om echt te werken aan de promotie en mensen te laten weten dat de Prinsenbeek begroter aankwam. Ze hebben bierveeltjes gedrukt, stickers laten printen, zodat ze met carnaval genoeg mensen bewust konden maken van Prinsenbeek begroot. De rol van de gemeente in dit proces was echt met name faciliteren, luisteren naar wat mensen willen, luisteren naar wat de wijk zelf wil. En daar proberen samen uit te komen door echt goede en open gesprekken te voeren. Nou, inwoners vonden het heel moeilijk om te beslissen waar minder geld naartoe moest gaan.
Dus ze konden heel goed bedenken wat ze willen en waar dan extra geld naartoe moest gaan. Maar waar ze dat geld vandaan gingen halen, bleek echt lastig te zijn. Maar dat is natuurlijk wel een begroting, keuzes maken. Nou, met de burgerbegroting in Breda zijn we erachter gekomen dat democratie echt meer is dan één keer in de vier jaar stemmen. En inwoners gaven zelf ook aan dat ze het zelf heel belangrijk vonden. 94% van de mensen die mee heeft gedaan gaf aan dat ze dit echt een fijne methodiek vonden om mee te doen. En ze vonden het ook leuk. Wat we hebben geleerd van Breda Begroot is dat het belangrijk is om democratie leuk te maken. En het spel van Breda Begroot is daar een voorbeeld van. Een spel wat inwoners zelf hebben gemaakt en wat in meerdere wijken wordt gespeeld, zoals hier in de Haagse Veenen. Het spel is echt ontworpen zodat iedereen mee kan doen, dus van jong tot oud, maakt niet uit. Iedereen kan dit zonder begeleiding zelf spelen. Ik vind alleen maar op jonge leeftijd dat ze echt bewust moeten nadenken hoe het leven is en dat je mee mag beslissen en dat je mee moet denken. Dat vind ik het belangrijkste en vooral in mijn tijd als jong heb ik nooit dit gehad. En ik vind alleen maar mooi dat ze nu op die leeftijd toch echt op volwassen manier nadenken. En alleen maar trots op deze boys. Wat ik iedereen ook zou mee willen geven is onderschat je inwoners niet. Niet de oude mensen, niet de jonge mensen, niet de kinderen, niet de volwassenen. Ze weten zelf echt wat het beste is voor hun eigen wijk. En je kunt ze daar echt op vertrouwen en vooral goed luisteren en samen proberen te doen. We zijn hier vandaag in Prinshagen, een van de plekken waar we Breda Begroot hebben gedaan. En wat heeft het mij als raadslid gebracht? Als raadslid heb je drie rollen. Volksvertegenwoordigen, kader stellen, controleren. En juist omdat je met een burgerbegroting een stukje verantwoordelijkheid teruggeeft aan inwoners en ondernemers, zul je ook een andere rol moeten aannemen als raadslid. En dat is eigenlijk een vierde rol en dat is de rol van verbinder. Mensen met elkaar verbinden en zorgen dat ze samen aan tafel zitten om te kijken wat is goed voor mijn buurt, wat is goed voor mijn wijk of wat is goed voor mijn dorp. En die vierde rol die wordt steeds belangrijker. Maar dat neemt niet weg dat je als raadslid je andere drie rollen niet uit het oog moet verliezen. Want als je gaat werken met een burgerbegroting moet je ook goed nadenken over welke kaders ga ik stellen en hoe ga ik die controleren. En om een voorbeeld te geven, in Breda vonden we het als gemeenteraad ontzettend belangrijk dat jij zoveel mogelijk mensen meededen. En dat we dus werkten aan betrokkenheid van inwoners. En we hebben dus ook de ambitie uitgesproken om minstens 10% van de inwoners te betrekken bij Breda Begroot. En daarnaast ook, hè, we wilden een stukje verantwoordelijkheid teruggeven. En dat betekent dat mensen ook, dat je ook aan de waarde van zeggenschap, maar ook aan deliberatie moet gaan werken. En wat we hier in Breda voor gekozen hebben, is niet een apart potje met geld neer te zetten, waar mensen gewoon dingen uit kunnen doen. Maar echt keuzes moeten maken over wat ga ik meer doen en wat ga ik minder doen. En zodoende kan je dus ook met kaders stellen en controleren je rol als raadslid, ook met een burgerbegroting, goed oppakken. En een van de dingen waar we bijvoorbeeld verantwoordelijkheid hebben weggegeven aan inwoners en ondernemers, is bijvoorbeeld de herinrichting van dit nieuwe plein. En waar we vroeger als gemeente zelf de plannen maakten van een plein moet groen zijn, moet parkeervoorzieningen zijn en dan gaan we dan zo intekenen, zijn we hier nu in Prinshagen samen met bewoners en ondernemers een heel plan aan het maken hoe zij dit plein zouden willen herinrichten. En een van de manieren waarop je kan zien hoe dat nieuwe Marktplein er straks uit kan komen te zien, is door middel van een VR-bril. Omdat een aantal inwoners al met denkrichting aan de slag is gegaan en een schetsontwerp aan het maken is op een digitale manier. Zodat wij alvast kunnen gaan kijken hoe dit plein eruit komt te zien straks. Ja, en een persoonlijk leerpunt en een persoonlijke tip die ik graag aan mensen mee zou willen geven is: neem de regie van mensen niet over. Want ja, het is hartstikke makkelijk als inwoners zich melden bij jou als raadslid en zeggen ik loop tegen een probleem aan, om het dan van ze over te nemen en het politiek te maken. Maar ik zou er wel een voorbeeld bij willen geven. Ik heb vorig jaar even iemand mij gemaild dat hij bezwaren had tegen het beleid rondom gevonden voorwerpen hier in Breda. En dan kan je zeggen, ik neem dat over en ik ga de politiek op bedrijven. Maar je kan ook eigenlijk je vierde rol inzetten, de rol van verbinder. En zorgen dat een inwoner met een ambtenaar aan tafel komt. En samen hebben ze hier in Breda het voor elkaar gekregen om een aangepast beleid voor gevonden voorwerpen te realiseren dat veel effectiever is.
Waar je goed op moet letten bij een burgerbegroting is dat nadat je besloten hebt, dat je dan ook afspraken maakt over de uitvoering. En dan zie je dat bewoners de uitvoering te hand nemen, zelf dingen organiseren. En we zijn er ook gewoon heel goed in Nederland, misschien nog wel meer dan andere landen. We hebben heel veel ervaring met bewoners zelf projecten trekken, zelf corporaties, zelfs bedrijven opzetten. En dat is ook belangrijk, want als je het zelf niet doet, dan blijf je een klant van de overheid. En de kunst van de burgerbegroting is dat bewoners gewoon zelf weer een zaak ter hand nemen. Het is hun buurt, het is hun wijk. Wil je nou ook een burgerbegroting beginnen? Denk er dan aan dat je vanaf het allereerste begin al inwoners bij betrekt. Maken van het proces. De eerste stappen, zelfs in de meest onzekere fase, begin met inwoners te praten.